plaatscoach bij de VNG. Wilco, zou jij jezelf nog willen voorstellen? Dat wil ik zeker. Nou, ik ben Wilco Baas. Ik ben accountmanager Wabo, zoals het mooi heet. Dat houdt in dat de allereerste aanvragen van mij komen en dat ik ook contactpersoon ben bij initiatieven. Daarnaast ben ik een van de projectleiders van deze keten die wij bij onze gemeente hebben uitgevoerd. Top, dankjewel. Welkom bij onze presentatie over de werkplaats DSO-keten. Maar voordat we van start gaan, wil ik jullie vragen om allemaal jullie microfoon te dempen. En jullie vragen via de chat te stellen. We hebben tijdens deze presentatie 2 momenten om vragen te stellen gewoon live. Dus dan mag je gewoon je microfoontje openzetten. En dat is na het gedeelte wat Wilco presenteert en helemaal aan het einde van de presentatie. Dus als je een vraag hebt, schrijf hem op. En wacht anders eventjes totdat de vragen die je naar boven komt. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik zal jullie eerst meenemen in het verhaal over de werkplaats DSO-keten. Dus wat houdt het precies in? Daarna zal Wilco de ervaringen vanuit de gemeente Drimmelen met de werkplaats DSO-keten met jullie delen. En als allerlaatste zal ik jullie meenemen en jullie vertellen over welke tools je nodig hebt om zelf een werkplaats DSO-keten te starten. Nou, allereerst, wat is een werkplaats DSO-keten? Dat is eigenlijk gewoon een team van medewerkers bij een bevoegd gezag, aangevuld met de ondersteuning van softwareleveranciers en de VNG, die samen dus aan het werk zijn om de DSO-keten werkend te krijgen. Dus het heeft echt de focus op het werkend krijgen van die technische DSO-keten. Nou, hoe doen we dat dan? Dat doen we aan de hand van een stappenplan, die is ingedeeld in 11 stappen en 3 iteraties. En de bevindingen waar je tegenaan loopt, die worden gewoon real-time geregistreerd, waarna ze gedeeld worden met het land, zodat andere bevoegd gezagen daar ook van kunnen leren. Wat is dan het doel van zo'n werkplaats? Nou, dat is tweedelig. Aan de ene kant proberen we op deze manier de DSO-keten werkend te krijgen bij enkele gemeenten, die daarmee dus de digitale basis leggen voor de verdere implementatie van de omgevingswet. En aan de andere kant willen we natuurlijk zoveel mogelijk leren door samen te doen. Dus als één gemeente het doet, dan kan een andere gemeente daar weer van leren. En zo versnellen we gezamenlijk de implementatie van de omgevingswet. Dit is hopelijk voor jullie allemaal een heel erg bekend plaatje. En dit is dus het stappenplan waar het om gaat. De 11 stappen die allemaal doorlopen worden in de werkplaatsen. Dus in het kort heb je, of je ziet hier 3 kleuren. Je ziet hier geel, groen, of groen, geel, blauw en rood. Dus als je naar het gele gedeelte kijkt, daar gaat het ook om de juridische regels, oftewel het omgevingsplan. Dus daar ga je eerst bezig met het maken van een omgevingsplan, daarna het publiceren van het plan en het bekijken van het plan in of op overheid.nl en in de DSO-LV-viewer, dus op het omgevingsloket. Daarna ga je daarvoor toepasbare regels maken. Dus je maakt voor die juridische regels gemakkelijke vragenbomen. Die kan je dan publiceren en die worden dan ook weer zichtbaar op het omgevingsloket in de vorm van een vergunningscheck of een vergunningsaanvraag. En dat is dan het rode gedeelte. Die kan je dus indienen en dan ontvang je zo'n aanvraag in je VTH-systeem. En dan kan je er ook nog voor kiezen om een behandelconfiguratie in te stellen of een samenwerking te starten met een ander bevoegd gezag. Welke gemeenten en leveranciers doen met ons mee? Nou, aan de linkerkant zien jullie alle gemeenten die met ons mee hebben gedaan, of die nog steeds hun werkplaats lopend hebben. En aan de rechterkant zie je alle leveranciers die meedoen met de werkplaatsen. En we hebben bewust voor gekozen om zowel kleine als grote gemeenten en kleine als grote leveranciers mee te laten doen, zodat we een zo breed mogelijk palet aan deelnemers hebben, waardoor andere gemeenten daar ook heel veel van kunnen gaan leren. En specifiek hebben we natuurlijk de gemeente Drimmelen die met ons mee is gedaan. Wilco, ik wil hierbij het stokje doorgeven aan jou. Wilco, die zou jullie meer gaan vertellen over de ervaringen vanuit de gemeente Drimmelen met de werkplaats DSO-keten. Ja, dankjewel, Sophie. Inderdaad, wij hebben... misschien is het voor deze niet zo belangrijk. Ik kan hem aan een volgende zien. Ja, hoe ziet die DKT zo ook even bij ons eruit? Hè? We Sophie had het al gezegd. Het is kortstoffelijk. Je hebt een aantal mensen en je hebt een aantal softwareleveranciers. Nou, het zijn dat het aantal mensen waar bij ons beperkt tot een 4 man. Wij zijn een kleine gemeente. We hebben... allemaal meerdere pet op. Voor de kleine gemeente zal dat zeker bekend voorkomen. Voor de grote misschien nog minder, maar niet heel veel begrijpen. Wij hebben dus een clubje van 4 mensen, waarvan allemaal key users.
En die allemaal hun eigen software beheert. En ook een beetje mee kunnen kijken met software van anderen. Zo wordt dat opgezet. Zo zijn wij begonnen in onze werkplaats om in te richten. En daar hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van onze softwareleveranciers die jullie hier ook zien. En die komen dadelijk ook nog even terug bij de verschillende iteraties. Ja. Nou, over de iteraties gesproken. Wat hebben we eerst gedaan? Het zijn 3-tal iteraties, 3-tal weken. We zijn klein begonnen. Dus gewoon heel simpel het kappen van een boom of het inbrengen van het aanvragen van een dakkapelletje. En kijken hoe dat dan binnenkomt in je VTA-systeem. Dat is, ja, zo simpel als ik het nu zeg, zo simpel is het ook. Tenzij het natuurlijk niet werkt, maar in ons geval werkte dat prima. Dus konden wij vrij snel mooi door. En konden wij in de tweede iteratie. En van de tweede iteratie willen we dadelijk ook wat fragmenten laten zien. Konden we aan de gang en vervolgens de behandeldiensten uit gaan zetten. Kijken hoe dat werkt. Komt het advies, de adviesaanvraag bij de behandeldienst binnen. Komt vervolgens het advies weer netjes terug. En word je daarvan op de hoogte gebracht. En we hebben ook vervolgens een meervoudige aanvraag gedaan. En bij meervoudige aanvraag moet je steeds niet alleen in die boom, maar ook een huis erbij en een milieucomponent bijvoorbeeld. En kijk wat er dan gebeurt. En hoe komt dat dan weer binnen? En hoe gaat dat dan weer? En bij de laatste iteratie, de laatste week, hadden we toegang tot een omgevingsplan. Wat we mochten lenen van de VNG en een dienstleverancier. Waar we heel dankbaar voor. En zelf hebben we ook een omgevingsplan. Dat zal ook herkenbaar zijn voor de mooie menige en voor de meeste luisteraars nu. En aan de hand van het omgevingsplan ga je dan maar kijken. Nou, dit hebben we gepubliceerd. Daar staat er netjes op. Dat netjes op deze hoofd. En vervolgens ga je kijken van nou ja, als ik dan hier iets aanvraag, komt de informatie die in het plan staat ook mee bij je aanvraag. Komen de toepasbare regels terug die je daarin hebt vastgezet. En ga je opnieuw die DSO ook even doorlopen. Nou, hier zien we het beeld wat Sophie ook net al had verteld. Eigenlijk kunnen we wel concluderen dat we uiteindelijk alles doorlopen hebben. Dus ja, in het begin riepen we nog wel een deels te lopen, omdat het plansoftware gewoon niet zo ver was. Maar uiteindelijk is dat ook gelukt. Dus hebben wij het hele keten kunnen doorlopen en kunnen we ook zeggen dat het hele keten gewerkt. Nee, niet gewerkt heeft, dat het hele keten werkt. Nou, zoals ik al zei, we hebben een aantal stappen gedaan in iteratie 2. Dat zal ik even toelichten. Dus hier zie je er eentje van. Wat je hier ziet is een sprintje van Berkey Bridge. En dat is ons deel wat de toepasbare regels regelt. Wat je hier ziet is een omgeving van hun en hoe je eigenlijk heel simpel een taak kan delegeren aan een omgevingsdienst. Hier hebben we heel ludiek het hout op stand stellen naar zich gedelegeerd. Door het invoeren van het OEM van de behandeldienst, in ons geval de omgevingsdienst Midden-West-Brabant, komt je ook netjes daaraan. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat je het niet voor een houtopstand doet, maar dat je het wel voor je asbestverhaal doet. Want ja, je asbest zal waarschijnlijk door je omgevingsdienst worden gedaan. Dus je wilt het eigenlijk gelijk delegeren. Dus komt er een melding binnen, dan wil je hem zien in je systeem, maar ook weten van, oh, hij is gelijk doorgestuurd naar. En dat is een keten die we hebben getest en die werkt. Nou, we hebben het volgende nog gedaan. Dat is het adviesvragen. Dat zie je in het volgende plaatje. Wat je hier ziet is, we hebben bij een buurgemeente een advies gevraagd. Dat werkt via de samenwerkingsruimte. En ook, ja, ook dat ging goed. Je ziet hier inderdaad, maandag hebben we een advies gevraagd en dezelfde dag hebben we een advies gekregen. Dat is natuurlijk, zal het echt niet zo zijn, maar in dit geval ik korte lijnen. Dus dan heb je even doorgegeven, nee, ik ga dat doen. Wil je gelijk kijken? Nou, dan zie je ook netjes, het advies is weg. Het advies komt aan, dat zie je allemaal aan de rechterkant overigens. Bij de gebeurtenissen, daar zie je een tijdlijntje van hoe het gelopen is. Je kunt er document aan toevoegen. Hier zit er geen document aan vast, maar dat zou je ook gewoon kunnen doen. En die worden ook gedeeld. Dit is wel zo, ik moet wel even zeggen, zowel Geert Ruidenberg als wij maken gebruik van Rockzip als leverancier. En dit is de samenwerkingsruimte van Rockzip. De samenwerkingsruimte die wel werkt via DSO. Maar de DSO-samenwerking was onze tijd niet helemaal draaiende. Ik weet niet of die ondertussen wel draaiende is, heb ik niet naar gekeken. Maar achter de schermen doet het sowieso. Dus we maken gebruik van het tonen van Rockzip. Of tenminste, door Rockzip kunnen we het tonen. En
Stel dat je nog geen SQL 2020 als leverancier of SQL 2020 als VPA-systeem hebt, dan zit je aan een ander omgeving vast, maar dat maakt niet uit. Wat je ziet is dat het netjes doorgestuurd wordt en dat het werkt. Dan naar de volgende stap. Wat hebben we hier gedaan? Dat zijn de stappen in beeld. Ja, wat je hier ziet is het omgevingspakket. En eigenlijk is het heel warm. Dit is het DSO. En ook daar hebben ze weer omgevingspakket genoemd. Dus het omgevingspakket zoals we nu kennen, is het omgevingspakket wat je hier gaat zien. En hier zie je het indienen van een meervoudige aanvraag. Ik moet wel zeggen dat het indienen van een meervoudige aanvraag bij ons niet ging. Dat is blijkbaar nog was toen de tijd een probleem. Als het goed is het niet opgelost. Maar heb ik ook alweer bericht gehoord dat het nog niet helemaal goed gaat. Dus dat komt eigenlijk ook terug in onze bevinding. Dan kom je terug achter dat je, daar gaan wat dingen fout. Dat is logisch ook, want het is een nieuw systeem. En er gebeurt heel veel. Ja, dat is best wel wat te doen nog. Maar wat je hier ziet is het omgevingspakket, zoals ik al zei. En hoe een aanvraag binnenkomt en hoe het wordt ingediend. Kijk, hebben we nog een voorbeeld? Volgens mij hebben we nog eentje. En hier zie je hem dan netjes ingediend zijn aan de linkerkant. En aan de rechterkant zie je ons samenwerkingsruimte weer. En dan zie je ook dat hij binnen is gekomen. En dan zie je een klein overzicht. Het is waarschijnlijk een slechte lezing. Je zou even in kunnen zoomen. Maar aan de rechterkant zie je dus een kleine samenvatting van je van de aanvraag. In het midden zie je de documenten, als die dan toegevoegd zijn. Hier waren het een tweetal. En aan de rechterkant zie je de gebeurtenissen. Dus het overzicht. Nou, toen is hij binnengekomen. Dit is er al mee gedaan. En dit moet er nog mee gedaan worden. Zo zijn de stappen van iteratie 2 even uitgelicht. Gaan verder. Ja, dan loop je ook inderdaad tegen problemen aan. Ja, natuurlijk werkt de keten. En dat is fijn om te ontdekken. Maar je komt er ook achter dat het simpele klantgericht werken van het omgevingsloket. En dan moet je denken aan het doorsturen van... stel dat je een aanvraag indient via het omgevingsloket zoals we nu kennen. En als je die indient, dan krijg je als aanvrager netjes van hij is ingediend. Nou, dat krijg je bij het DSO ook nog steeds. Maar vervolgens van hij is in behandeling of... er zijn aanvullende stukken nodig, of het besluit is onderweg. Die mail die je normaal gesproken als aanvrager kreeg, dus een beetje het zaakgericht werken, die is er niet meer. Dus wij moeten iets gaan verzinnen. Kwamen we erachter van ja, als wij zaakgericht willen werken, en dat willen wij als gemeente Drimmen, dan zullen wij een nieuwe verbinding moeten gaan zoeken. Dan zullen we de volgende moeten gaan koppelen met mijn overheid op de zaken. Nou, dat is dus iets wat we ontdekt hebben. En dat is goed, je gaat dus testen en je komt dingen tegen. Je komt ook uiteraard tegen, dat is het tweede punt. Ja, DSO, het Odo is niet zo gebruiksvriendelijk. Het DSO staat ook nog steeds niet. Dus het is daar een mooie uitdaging om dat toch wel een beetje gebruiksvriendelijk te maken. Omdat we toch het een en ander aan toepasbare regels kunnen doen. En daarmee, als het goed is, het ook wel makkelijk kunnen moeten maken voor die aanvrager. Die het één keer in zijn leven misschien doet. En die altijd tegen de moeilijkheidsgraad ervan aanloopt. Verder hebben we inderdaad ook gezien dat de hele basale dingen, dat je eigen software, in dit geval was dat Berkeley Bridge, ja, daar kun je bijvoorbeeld speciaal tekens niet gebruiken. Als je dat in je naam opneemt, dus het streepje of het slashje, nou dat werkt nog niet. Natuurlijk pakken zij dat gelijk op, want ook zij leren ervan. Zij willen ook gaan testen en dat is ook de reden dat ze zo graag meedoen. Zij, door het testen, zien zij ook wat er nog moet veranderen. Even kijken, gaan we naar de volgende. Dan ben ik er inderdaad doorheen. Dan wil ik zeggen, vragen, zijn er vragen van jullie? Daar komt weer een vraag. Wilco, ik ben wel benieuwd. Hoeveel tijd hebben jullie hier aan besteed? Zeg maar qua voorbereiding en de keten zelf. Ja, hoor het vaker. Ik moet zeggen, wij hebben dit met een klein clubje gedaan. Dus met een viertal mensen plus de softwareleveranciers. Dus die hebben ook allemaal eentje geleverd. Dus hier zijn een clubje van 8 keer. Dus dat is het grootste geval. Daardoor zijn je lijntjes kort. Dat is mijn advies ook aan jullie. Als je het wil gaan doen, hou de lijntjes inderdaad kort. Zorg dat je de goede mensen in die keten hebt zitten. En ja, hoeveel tijd ben je dan bezig? Bij ons ging alles goed. Ja, ik denk dat we er allemaal een 8 uur per week aan maximaal hebben moeten besteden. Dus dat is nog wel te baten. Een 8 uur per week zetten. Voor hoeveel weken dan?
Dit waren drie iteraties. Dan heb je drie, in dit geval als je die keten zoals de PNG-mod opgezet hebt, willen doen, dan ben je drie keer 8 uur kwijt. Dat telt vanuit 4 man. Ja, wij waren er, ik zal niet zeggen 4 man 8 uur in totaal, dat zeker niet. Maar het is ook niet 4 keer 8. En qua voorbereiding, voordat je zeg maar zo'n sessie kan doen? Ja, daar steek je een paar uur in. Het VNG heeft een mooi routeplan getekend. Daar kun je gebruik van maken. Je hebt een kick-off meeting. Die kost heel veel tijd. Laat dat voorbereidingstechnisch laat het 4 uur zijn. En dan nog een paar keer 8 uur. En dan ben je er echt wel... dan moet het lukken. Ja. Vanuitgaande dat alles goed draait. Want ja, bij ons draaide alles gewoon goed. Dus ja, dan kun je ook dat werk testen en dan duurt het niet lang. Want als het niet werkt, ja, dan ga je testen. Ja, je doet het niet. Dan ga je weer terug. En in ons geval was het niet. Dus het is wel een beetje, als je van tevoren even een kleine test doet, zeg maar, van werkt die? Werkt die? Ja. Zit in mijn softwareleverancier, zit die allemaal goed? Heb ik een koppeling geregeld? Ja, dan kun je het zo vrij snel oppakken. En dan kun je vooral heel veel leren van het te doen. En dan loop je echt tegen dingen aan en zeg je, nou, je moet wel gaan kijken, dit moet wel anders gaan doen. Dat ga je leren gewoon. Dat leren door te doen, dat is zo'n makkelijk zeggen, maar zo is het wel. Ja, dat is wel zo. Ja. Oké, dankjewel. Iemand nog andere vragen? In de chat staat ook nog een vraag, Sophie. Dat gaat over bevindingen van andere gemeenten. Maar daar ga je denk ik zo meteen wat over zeggen, toch? Ja, klopt. Ja, daar ga ik zo meteen wat over zeggen. Maar dan ga ik nu verder naar het stuk over hoe ga je zelf een werkplaats starten. Dit moet je weten. Waarom zou je zelf een werkplaats gaan starten? Nou, allereerst is natuurlijk wat je gaat leren in de werkplaats is dat je gaat oefenen met collega's en leveranciers. En zo kom je erachter dat er dus een andere manier van denken en een andere manier van werken gevraagd wordt. En je krijgt ook inzicht in de totale keten. Dat is keer op keer uit de werkplaatsen gebleken. Je gaat echt pas merken hoe iedereen met elkaar moet samenwerken en hoe de softwareapplicaties met elkaar samenhangen en hoe die weer gekoppeld zijn aan het omgevingsloket. Dat alles gewoon met elkaar verbonden is en welke implicaties dat meebrengt voor je medewerkers. Dus je gaat elkaar echt leren vinden en je leert de software heel goed kennen. Dus je weet gewoon op welke knoppen je moet drukken en wat er dan gebeurt. Zodat je ook weet wat je in de toekomst kan gaan verwachten als je echt met die applicaties aan de slag gaat. Dan ten tweede ga je natuurlijk de landelijke voorzieningen ontdekken. Dus je leert niet alleen van de softwarepakketten, maar je leert ook heel veel van de digitale omgeving als je bezig gaat in de werkplaatsen. Omdat je echt door gaat klikken en dingen gaat doen in het omgevingsloket. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat doordat jij test, de landelijke voorzieningen verbeterd kunnen worden. Omdat wanneer jij bevindingen registreert, deze real-time ook worden doorgezet naar de landelijke voorzieningen. Zodat zij gebaseerd op die bevindingen verbeteringen kunnen doorvoeren. Op het gebied van bijvoorbeeld performance of gebruiksvriendelijkheid. En als allerlaatste kan jij gaan testen of de keten werkt als jij een werkplaats gaat starten. Want het is natuurlijk van groot belang dat bij een bevoegd gezag de keten gaat werken. En door te testen wordt de werking van de hele keten duidelijk. En wanneer die keten dan werkt, dan is dat ook echt het beginpunt voor de verdere implementatie van de wet. En dan gebaseerd daarop kan je al je andere processen daarop gaan inrichten. Dus het is een mooi startpunt om te beginnen met de werkplaats, DSO-keten. Nou, wat heb je hoog over nodig om een werkplaats te starten? En ik zal in de komende slides wat dieper op deze stappen ingaan. Maar allereerst kan je dus leren van anderen door alle informatie die op de VNG-website staat te bekijken. Dus inclusief de bevinding van andere gemeenten. Ten tweede moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat de software gereed is. En niet alleen die softwarepakketten moeten gereed zijn, maar de koppelingen met de landelijke voorzieningen moeten ook gereed zijn. Want anders kan er geen verkeer plaatsvinden tussen die twee zaken. Daarna kan je je team gaan samenstellen. Dus een multidisciplinair team is hartstikke belangrijk om te hebben. Zodat die DSO-ketenwerkplaats efficiënt kan worden uitgevoerd. Daarna kan je een planning gaan opstellen. Dus dan ga je concrete invulling geven aan de werkplaats DSO-keten. En stel je de contactmomenten vast met het team en de softwareleveranciers. En als allerlaatste meld je je aan bij de VNG en de landelijke voorzieningen. En dit omdat wij dan op de hoogte zijn van wanneer jij van plan bent om te oefenen en wij waar nodig ook ondersteuning kunnen bieden.
Nou, stap 1 in detail, leren van anderen. Wat kan je daarvoor doen? Dus je kan eerst op de VNG-website kijken voor algemene informatie over de werkplaatsen. Dus hier kan je vinden wat de werkplaats DSO-keten nou precies inhoudt en wat voor waarde het creëert. Daarnaast kan je natuurlijk ook de interviews lezen en de video's bekijken. In de interviews en de video's worden de ervaringen van de werkplaatscoaches vanuit de VNG gedeeld, maar ook van de medewerkers die er vanuit de gemeente aan mee hebben gewerkt. En daar worden ook een paar praktische tips gegeven die jullie kunnen gebruiken om de werkplaats zelf in te richten. En dan als laatste kan je nog een tweetal documenten downloaden vanuit de website. Aan de ene kant is dat het bevindingen-schabloon. Daar was net een vraag over vanuit de chat. Het bevindingen-schabloon is gedeeld op de website in twee vormen. Dus er is één samenvatting gemaakt van de belangrijkste bevindingen uit de werkplaatsen die nu al zijn afgerond. En dat is een PDF-bestand. En dan hebben we ook nog een Excel-bestand. En dat zijn echt alle bevindingen die in alle werkplaatsen geregistreerd zijn. En die zijn tot jullie beschikking, want die kan je gewoon downloaden van de website. Dus daar kan je naar kijken, want daar staan ook heel veel handige tips in, zodat jullie niet zelf het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. En dan heb je aan de andere kant nog het stappenplan. Dus in het stappenplan staat letterlijk wat een werkplaats DSO-keten inhoudt, waaruit die 11 stappen precies bestaan. En daar staat ook in wat je moet doen om zelf een werkplaats te starten. En dan in detail met alle benodigde linkjes daarin. Dus dat zou ik ook heel erg goed doorlezen voordat je wil beginnen. Zodat je precies weet wat je allemaal nodig hebt. Dan stap 2. Je moet inderdaad gewoon zorgen dat de software gereed is voordat je van start gaat. Want zonder werkende software kan de DSO-keten niet worden doorlopen. En zoals ik net al zei, het is even belangrijk dat de koppelingen met de landelijke voorzieningen werken. Want als die niet werken, kan je niets uitwisselen met de landelijke voorzieningen. Het is gewoon heel erg belangrijk dat je dit goed afstemt met de leveranciers. Dus met zowel de planleverancier, de toepasbare regelleverancier, de vergunningleverancier en de digikoppelaar. Die is ook erg belangrijk in dit geheel. Nou, als je dan zeker weet dat je software gereed is en dat heb je goed afgestemd met de leveranciers, dan kan je beginnen met het samenstellen van een multidisciplinair team. Wat wij hebben gezien is dat het heel erg belangrijk is dat je per onderdeel zowel inhoudelijke als technische kennis nodig hebt. Nou, wat verstaan wij dan onder inhoudelijke kennis? Dat zie je aan de linkerkant. Dat is dan bijvoorbeeld een planjurist aan de plankant. Dus iemand die weet hoe die juridische regels moet opstellen en hoe die in een omgevingsplan gegoten kunnen worden. Maar ook een key user toepasbare regels. Dus iemand die weet hoe je juridische regels vertaalt naar toepasbare regels. En allerlaatst een key user vergunningen. Dus iemand die weet hoe je een vergunningsaanvraag wil afhandelen en hoe je een samenwerking wilt instellen. En aan de andere kant technische kennis, dat is even belangrijk. En dat gaat echt om het begrijpen van hoe een softwareapplicatie werkt. Dus een functioneel beheerder van de plansoftware weet precies hoe die een activiteit moet toewijzen aan een juridische regel. Of hoe je een omgevingsplan moet publiceren. Bij een functioneel beheerder regelsoftware is dat vooral dus in de regelsoftware. Dat je weet hoe je een toepasbare regel of een vragenboom moet maken. Hoe je die verifieert en hoe je die dus publiceert vanuit de software. En ook bijvoorbeeld hoe je een behandelconfiguratie instelt. Wat Wilco net liet zien. Een allerlaatste functioneel beheerder van de vergunningssoftware. Die weet precies hoe je kan zien wanneer een aanvraag is binnengekomen. En hoe je een samenwerking kan gaan starten. Dus die soorten kennis zijn erg belangrijk in je team. En het kan natuurlijk zo zijn, want wat Wilco al aangaf, zij werkte met 4 mensen. Dus het hoeft niet zo te zijn dat er 1 planjurist is en ook nog iemand die de functioneel beheerder van de plansoftware is. Maar die kennis kan ook bij 1 persoon liggen. Dus dat is maar net hoe je het zelf wil indelen. Dan de concrete invulling die je geeft aan de werkplaats. Nou, het is dus zo dat je 3 iteraties in 3 weken doorloopt. Dus je kan ervan uitgaan dat het ongeveer 1 week per iteratie gaat kosten. Maar daarbij moet je wel rekening houden met de synchronisatietijd. Waar wij vaak tegenaan zijn gelopen is dat een gemeente bijvoorbeeld op dinsdag toepasbare regels wilde publiceren. Maar omdat de synchronisatie pas op donderdag plaatsvond, konden de toepasbare regels pas op donderdag worden gepubliceerd. En daarna kon er pas een vergunningscheck worden doorlopen nadat die gepubliceerd waren op donderdag. Dus dat vond dan plaats op of donderdag of op vrijdag. Dus daar moet je wel gewoon rekening mee houden dat daar soms wat vertraging in zit. Dan is het natuurlijk heel erg belangrijk om de planning te communiceren met de leveranciers en het team. En dan weet iedereen wanneer ze in de startblokken moeten gaan staan
En is iedereen op de hoogte van de planning en van de verwachtingen? Concreet zagen wij in onze werkplaatsen terug dat er ongeveer 4 onderdelen naar voren kwamen. Dus helemaal aan het begin heb je de voorbespreking, wat Wilco net ook noemde. Daarin bespreek je de gereedheid van de software met alleen de softwareleveranciers. Dus daar hoeft het team nog niet bij te zitten. En daar ga je dus puur kijken, kan de software of is de software gereed om te oefenen en zijn de koppelingen werkend? En daarna kan je de kick-off plannen. Dus stel, uit de voorbespreking is gebleken dat de software allemaal werkt. Dan kan je de kick-off gaan inplannen met de softwareleveranciers en het hele team. En daarin bespreek je dan het doel van de werkplaats, de planning en de casussen waar je door wilt lopen tijdens de werkplaats. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog terugkerende gezamenlijke sessies. Dus wat wij bijvoorbeeld vaak zagen is dat gemeenten op maandag en op woensdag 2 uurtjes inplannen met het hele team om terug te blikken op wat hebben ze nou gedaan. En dan in de vorm van een demo gingen ze dan die kennis delen met de rest van het team, zodat iedereen op dezelfde pagina was. En om ook vooruit te blikken naar wat gaan we nou de rest van de week nog doen en wie moet dan gaan lopen. En dan heb je nog de dagelijkse communicatie als allerlaatste. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van mailverkeer, maar als dat heel erg veel wordt, zou ik aanraden om het in de vorm van stand-ups te doen. Dat zien we ook bij erg veel deelnemers terug, dat ze gewoon aan het begin van elke dag 15 minuutjes inplannen om met het hele team bij elkaar te komen, om zo gewoon eventjes de planning strak te hebben en wat actiepunten op te schrijven. Dus dat over de concrete invulling van de werkplaats. En dan moet je natuurlijk ook aanmelden bij de VNG en de landelijke voorzieningen. Bij de VNG kan je dat doen bij bio@vng.nl. En dan vermeld je de naam van de gemeente, de softwareleveranciers en de planning. En bij de landelijke voorziening doe je dat via het Google Forms formulier. En die is beschikbaar gesteld in het stappenplan. Dus dan kan je die downloaden en die link daarvoor vind je in het stappenplan. Nou, ben je nou al bezig met de werkplaats of wil je een werkplaats gaan organiseren? Dan is het natuurlijk van groot belang dat je bevindingen gaat delen. Nou, waarom zou je dat doen? Dat is ook tweedelig. Enerzijds omdat het gewoon andere gemeentes helpt bij het werkend krijgen van de DSO-keten, zodat zij niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. En aan de andere kant helpt het de landelijke voorzieningen bij het doorvoeren van verbeteringen. Want als jullie bevindingen registreren, dan kunnen zij daarop acteren. En hoe meer input zij krijgen, hoe beter hun output zal zijn. Waar kan je dan bevindingen registreren? Dat is enerzijds in een Excel-schabloon. Op de VNG-website kan je een Excel-schabloon downloaden en daar kan je heel erg makkelijk met het hele team in samenwerken om real-time je bevindingen bij te houden. En dit Excel-schabloon kan ook op den duur op het VNG-forum met andere gemeenten gedeeld worden, zodat je ook bevindingen met elkaar kan vergelijken. En dan heb je ook nog het IPLO, het online IPLO-formulier. En dat is echt het formulier waar je negatieve bevindingen inregistreert. Dus stel je hebt een klacht of je loopt tegen een storing aan of een foutmelding waardoor je niet verder kan met het oefenen, dan kan je dit online formulier gebruiken om je melding in te registreren. En dit formulier is direct verbonden aan de landelijke voorzieningen, dus zij zullen dit zo snel mogelijk oppakken en dan samen naar een oplossing zoeken. Wil je nou meer weten over de bevindingen van de afgelopen werkplaatsen? Dan wil ik jullie allemaal uitnodigen om je aan te melden voor de sessie van 1 juni. Ik zal zo meteen eventjes een link in de chat sturen. Daar zal onder andere de gemeente Dinkelland zijn ervaringen delen bij het doorlopen van de werkplaats DSO-keten. En zal Leo van der Vlist ook nog wat informatie geven over hoe je zelf dus een werkplaats wil gaan starten. Dat was het alweer voor vandaag. Het blijft erg stil. Ik heb nog wel een vraag aan Wilco. Misschien niet per se zeg maar over de werkplaats, maar wel daaraan gerelateerd. Hè? Want je zegt van je moet natuurlijk wel vooraf het moet werken. Ik ben wel benieuwd hoe ver jullie zijn met de invoering van de omgevingswet, omdat je die toepasbare regels moet uploaden, want anders kan je het niet checken. Dus ik ben wel benieuwd hoe ver jullie daarin staan, in hoeverre. Ja, waar heb je in het proces ook die werkplaats dan? Ik snap de vraag, dus dan moet ik me gelijk een beetje beter duiden. Wij hebben gebruik gemaakt van de toepasbare regels die we al krijgen van het Rijk. Wij zijn al wel bezig met de toepasbare regels. En wat gaan we ermee doen en hoe gaan we het ermee doen?
Maar we hebben ze, we hebben geen omgevingsplan, dus ja, we kunnen ook niks uploaden. Dus dat is wat ik er wel even bij moet vermelden. Je maakt dankbaar gebruik van de regels die je al hebt. En wat Sophie ook aangaf, dat je soms moet wachten, hè, dat als het gepubliceerd wordt. Dat is niet bij de toepasbare regel, maar dat is juist bij het plan. Het plan, als je een plan uploadt, ja, dat heeft even tijd nodig voordat het op de DSO staat. Daar moet je rekenen houden. Maar de toepasbare regels die er al in staan, die staan er sowieso in. En daar kun je al gebruik van maken. En die mag je ook heel dankbaar misbruiken door ze gewoon helemaal om te bouwen. En dan zie je gelijk wat er gebeurt. Dus dat werkt heel goed al. Dan kun je toch met je toepasbare regels ondergaan, ondanks dat je zelf nog je toepasbare regels hebt gemaakt. Ja. Ja, dus je hebt het niet gebruikt om ook gelijk, nou ja, zeg maar, een toepasbare regel zelf te maken en te kijken. Jawel. Dus wij hebben, wij hebben de toepasbare regels die we hadden, daar hebben we er gewoon eentje van gepakt, bijvoorbeeld van Kappen, en die ga je ombouwen. En dan ga je kijken wat die doet. En dan ga je kijken wat vervolgens je de aanvraag indient. Nou, wat voor vragen krijg ik nu? En dan zie je heel goed. Dan zie je dus gelijk het verschil. Dan zie je echt wel dat het gewoon gelijk werkt. Dus je kunt die ook heel dankbaar gaan gebruiken dadelijk voor je eigen toepasbare regels, natuurlijk. Ja, en het omgevingsplan, dat gaf je al aan. Dat heb je geleend van. Een stukje mogen lenen van dienstleverancier. Ja, die ook graag ook meenemen. Hè. Dat moet ook even goed beseffen. Wij worden allemaal gefaciliteerd als gemeente zijnde. Wij zijn als eerste zogenaamd mee aan de gang gehaald. Maar de dienstleverancier is dus ik noem maar even een paar, hè, een Tudor Roy, een Roo en een Kuipers bijvoorbeeld, die weet nog helemaal niet wat er op hen afkomt. Dus die zijn heel dankbaar als je het ook samen zult optrekken, want die maken er graag gebruik van. Ja. En wat was voor jullie de belangrijkste reden om nu die werkplaats te doen? Wij zijn ver met ons VTA-systeem. Ze willen ook graag weten of het gaat werken. En wij willen ook eerder live gaan met het VTA-systeem. We willen nu live gaan op 1.1.22. Dat willen we eerder doen. En uiteraard gaan we dan eerst koppelen met de OLO gewoon nog. Maar je wil weten of het al klaar staat voor een DSO. Dat is er eentje. Wij zijn ook een van de oefengemeentes die bezig zijn met het omgevingspakket in onze regio. Nee, niet sorry. Met de omgevingsstaf in onze regio. En daar wil ik het systeem ook voor gaan gebruiken. Dus dan wil ik een achterkam samenwerken van DSO goed gaan gebruiken. Dus dat was een tweede reden. Daar zijn we ook mee bezig. En ja, dat willen we ook gaan doen. Ja, dan heb je ook de software nodig. Ja. Omhoog, nou, dat is top. Nou, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie tijd. Mochten jullie nog vragen hebben over de werkplaats DSO-keten, dan kan je altijd contact opnemen met bio@vng.nl. Dan zullen wij je graag verder helpen. En voor nu wens ik jullie allemaal nog een mooie dag.